is een frisse januaridag en ik sta hier in keurig gezelschap natuurlijk. Mega trots op onze Roy en Hoeker. En we gaan mensen hier verrassen in de tent met de fly van de maand. Dus kom op! Het is koud. Goedemiddag! Lieve mensen, ze zitten hier volgens mij, de harde werkers. Oh, wat lekker warm hier! Wat lekker warm! Geachte gelovigen, minder gelovigen, aanwezigen. Wij zijn hier alle tezamen. Om natuurlijk een paar mensen in het zonnetje te zetten, zoals altijd. Ja, ik leid het dadelijk verder in, maar laat het duidelijk zijn. De fly van de maand is voor Frans en voor Graat. Applausje voor de heren! Kom. Oh. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Joop, vertel eens, die twee kanjers hier. Ja, zonder vrijwilligers geen tent. Wij zijn hartstikke blij en trots op zo'n mensen. Die hebben eigenlijk veel meer nodig. Dan wordt het werk nog lichter voor al die mensen om het hier voor elkaar te krijgen. En echt waar, zonder die twee, ja, dan staat er gewoon niks. Dan heb je zo'n kale tent misschien en dan hou het op. Ja, maar we moeten wel eerlijk zijn. Kijk, hun hebben een schitterend jubileum, vele jaren, maar ik zie er nog een paar zitten. Jullie staan hier toch wel met aardig wat mensen al dagen van tevoren van alles te regelen. Ja, dat klopt. Maar ja, daarom zei ik al, hoe meer dat erbij zitten, hoe meer mensen dat doen. Ja, vele handen maken licht werk, dat blijkt toch wel weer. Maar gelukkig dat er daar ook tussen zitten die het over gaan nemen van hun twee. Dus we kunnen de toekomst denk ik nog wel vooruit. Dus we zeggen tijd voor gebak. Tijd voor gebak en koffie. Margret, bakkerij verder. Wat hebben jullie gemaakt? Een heerlijke hazelnoot bavrois-vlaai. Voor de kanjers van de maand. Mooi, wij blijven nog even. Alsjeblieft, Volker. Gefeliciteerd. Graat, hoeveelste jaar? 33. 33 jaar staat deze man al in de koude tent op te bouwen. Nou, ik snap hier helemaal niks van. Nee? Nee, want volgens mij heb ik al een paar keer gehoord, ja, is denk ik mijn laatste jaar. En toch, 33 zijn er geworden. 33 zijn er geworden, ja. Nou, geef ik het stokje over. Het is nou genoeg geweest. Ik word 83. Maar het is toch genoeg geweest, vind ik. En ik heb altijd met ontzettend veel plezier heb ik gedaan. Ze kunnen nog steeds, kunnen ze dan volgend jaar nog wel een keer een beroep op ons doen. Als ze ergens mee zitten. Maar nee, ik stop nou echt. Frans komt er eens bij. Geen 33 jaar, maar toch ook al heel lang. Ja, ik zit er al 27 jaar bij. Ja, ja. Niet alleen mijn tenten bouwen, want het eerste jaar was het veel bargebeuren en de hele horeca regelen. En de laatste 13 jaar heb ik samen met Graat en Tiel Verkennep en zo. Hebben we de tentopbouw gedaan. Ja. Het is nogal wat, hè? Want er zijn nog steeds mensen, als ik werk ook als vrijwilliger achter de bar. Als ik dan vertel, ik sta met de carnaval in de tent te tappen, dan zeggen ze allemaal, is dat niet kou? Maar het is in alle opzichten een hele warme plek. Ja, het is allemaal goed geregeld en het is een heel mooie tent. En heb ik al veel jaren, dat zet ik graag, heb ik veel plezier gedaan. En ik wou eigenlijk een jaar geleden al me stoppen, maar ja, Graat ging nog een jaar door. Ik zeg, dan ga ik nog een jaar door, hè. Dan moeten we samen, dus Dus volgend jaar stak je weer? Nou, zeg niet dat ik nu mee kom helpen, dat gaat niet om, maar dan hoeft niemand niet meer de hele eindverantwoording en zo. Want het is toch best... Het is veel werk, want van een kale tent gaan we naar een prachtig geklede feestzaal eigenlijk. Ja, we zijn toch zo'n, ik heb al bijgehouden, 100, 120 uur mee bezig in die 5 weken. Om al die tijd die je hier bent en moet wachten op mensen die spullen komen brengen en ook alles opbouwen. Dus maar nou kwamen we iets leuks brengen. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja.